vrouwen, zusters, iedereen die zich zo laat noemen en iedereen die zich anders laat noemen, maar toch luistert. Leden van de sexy seksen, seksengenoten, sectegenoten, zwermsters, zielenzusters, strijdsters, krijgsters, vechtesses. Het is tijd. We zijn al sinds mensenheugenis niet gevaarlijk genoeg. En dan bedoel ik niet die man-gemanufactureerde mythe van de seksuele macht, want dat is een fabel, een oestrogeenspeen om ons zoet te houden. Ik bedoel echt gevaarlijk. Gevaarlijk echt. Ons wordt altijd verteld om lief te zijn, maar echtheid is liefde. We hebben lang gewacht. Gewikt, gewogen, gepaaid, gepijpt en geaaid. Maar niet meer. Vanaf nu zal de werkelijke woede woeden. Vanaf nu zijn wij binnenstebuiten. Daar heb je de mannenhaatsters, zullen ze zeggen, maar het is andersom. Vrouwenhaat is het water waarin we zwemmen. De norm. Onze cultuur. Van de Malleus Maleficarum tot de Bijbel, van Homerus via Freud langs Schopenhauer tot Wellebec. Maar nu ben ik aan het woord Stellabec. En ik zeg, als je kijkt naar de staat van dienst van misogynie versus misandrie, dan haten wij nog niet genoeg. Vrouwenhaat is wijdverbreider dan de pest en corona bij elkaar. Een mandemie met een R-waarde van ver boven de 1. De werkelijkheid is dat vrijwel iedereen in de geschiedenis gehaat is. Van vrouwen natuurlijk, maar joden, zigeuners, mensen van alle kleuren van de regenboog en van alle letters van het LHBT-alfabet. En dat juist mannen de dans altijd zijn ontsprongen. Iedereen wordt wel in schappen geschoffeld, op hopen geflikkerd, vernederd, verkracht en zelfs vermoord voor wie ze zijn. Maar voor kerels hebben we altijd een oogje toegeknepen. Of sterker nog, onze kopschuwe kijkers met zoutzuur uitgewassen. En natuurlijk ben ik geen voorstander van haat of generaliseren, maar wel van denken. En dit geeft te denken. Hoe komt het dat mannen alle jaren zijn gespaard, nooit de lul zijn geweest? Er zijn geen theorieën bedacht over hun rondzwevende testicles, waardoor ze last hebben van neurotische oorlogsdrift. Hun penis is nooit gemeten. Ze hoefden hun kledij niet aan te passen en mochten altijd voor in de bus. Op wat gezeik van hun wijf thuis na krijgen ze gemiddeld minder kritiek dan alle anderen. Ze zijn verwend. Terwijl ze toch echt veel dingen hebben gedaan waarop valt af te dingen. Sterker nog, waar je wit heet of op zijn minst wantrouwig van wordt. Tijd om die gevoelens te zwermen, te spreken, te schrijven, te zingen. Doet iemand je onrecht, wees dan niet onecht. Je verontwaardiging is terecht. Matig je toon niet, omdat er anders niet naar je wordt geluisterd. We hoeven niet te dansen voor patriarchaatkaakjes. Onszelf zijn is onze opdracht. Zijn is onze opdracht. En liefhebben, maar dan echt. Niet die vredige rol die je verveelt, speelt wanneer je je onvrede verdoezelt. Ik ben alleen maar kwaad op mensen van wie ik hou. Ik haat alleen degene die me raakt. Wie mijn woede ziet, is de moeite waard. Voor wie ik lief heb, wil ik haten. Pas dan zijn we gevaarlijk zwermsters. Als ze zien wie we zijn, echt gevaarlijk. Gevaarlijk echt. En echtheid is liefde. Goedenavond en welkom bij de kennismakingsavond met mijn secte. In september 2020 was ik weer eens heel gefrustreerd en opgeboeid. En het ging niet over het C-woord, maar over aanhoudende vrouwenhaat. En toen heb ik het wilde plan opgevat om een secte op te richten die uitsluitend voorbehouden is aan vrouwen. Om tijdelijk het matriarchaat te laten zegevieren.
En nu, veel omzwervingen later, presenteer ik vanavond dus mijn secte. Als een soort gedachte-experiment. Het begon als een overmoedig plan en het mondde uit na veel intern gebekvecht tussen alle mannen en vrouwen ook. Die in mijzelf, in een wat ik denk toch een genuanceerd geheel geworden is van boeiende en mondige vrouwen die mij vanavond gaan omringen. En ik stel u graag voor alvast aan vier vrouwen. Straks neemt Marta Klaes plaats naast mij. En op het scherm zal u Anja Meulenbelt zien, die om duidelijke reden niet naar België is kunnen afreizen. Anja Meulenbelt heeft een heel lange staat van dienst. Zij heeft de tweede feministische golf in de Lage Landen geleid, zou je kunnen zeggen. Marta Klaes is van een jongere generatie. Zij is filosofe en ethica in dit woke-tijdperk. En beide gaan ze vanuit hun eigen expertise in gesprek over alles wat van veraf en van dichterbij met de secte te maken heeft. Om deze voorstelling af te trappen hebben we al Stella Bergsma gehoord, de fabuleuze Stella Bergsma, die een strijdkreet voor de secte geschreven heeft en die daarmee natuurlijk al meteen eerlid van onze secte geworden is. Dan is er ook nog Annelies Verbeke, die kort voor de oprichting van de secte toetrad tot een vrouwencollectief. Fix dit. En zij gaat zo meteen uitleggen waarom het belangrijk is dat vrouwen nog meer belicht worden. Wie inclusie wil, moet zich niet gaan afzonderen, hoorde je me de voorbije 17 jaar wel eens verkondigen als reactie op evenementen en andere groepsactiviteiten met uitsluitend vrouwelijke auteurs. En nu sta ik hier als gastspreker in Saskia's secte om te getuigen over mijn toetreden tot Fixdit, een volledig uit vrouwen bestaand auteurscollectief. Hoe is dat zo gekomen, Verbeke? Oh, dat vertel ik graag. Lang wist ik me afgeleid door de tweespalt tussen de gelijkheids- en de verschilfeministen. Ik reken mezelf nog steeds tot die eerste groep, gelijke rechten en plichten, ontmanteling van het patriarchaat. Voor de verschilgroep koesterde ik zelfs een zekere weerzin, omdat die de clichés over vrouwen het leek te benadrukken en soms weinig rekening houdt met vrouwen die andere dan de geëikte paden bewandelen. Gaandeweg ben ik echter ook over dit verschilfeminisme genuanceerder gaan denken. Alweer aanbeland bij de vraag aan welke verhalen waarde wordt gehecht en wie dat bepaalt. En met welke blik het werk van vrouwen in het algemeen wordt gelezen. Aye, there's the rub. Want in welke mate een vrouw op gelijkwaardigheid is gericht, zich een vrouw voelt of dat hele denken over geslacht maar bijkomstig vindt, hoe heterogeen de groep vrouwen ook is en hoe groot ook de individuele behoefte een eigenzinnige invulling te geven aan het bestaan, het is allemaal niet doorslaggevend binnen een patriarchale machtsstructuur die in niet geringe mate bepaalt hoe je wordt gezien en wat je wordt toegestaan. De blik waarmee je wordt gelezen, je kansen op onderscheidingen en blijvende roem, wat je te beurt valt als je werk succes heeft of als je bepaalde thema's aansnijdt, dat alles wordt gekleurd en gestuurd door versleten veronderstellingen waarvan we allemaal, mannen en vrouwen, zijn doordrongen. Het vraagt enige bereidheid je eruit te bevrijden, maar er is een beloning. Sinds 2005 houd ik bij wat ik lees. Toen ik onlangs aan het turven sloeg, bleek ik maar 30% werk van vrouwen te hebben gelezen. Ik zetelde in enkele vergaderingen van de Kantel-Kanon-commissie en heb er nog spijt van dat ik twijfelde toen een revolverschot van Virginie Loveling daar op tafel lag. Het is niet zo dat er in die commissie een vrouwvijandige sfeer heerste, maar wel, ook bij mij, een blinde vlek en de neiging werk niet op te nemen in de kanon, omdat het niet eerder werd gekanoniseerd. Ik pleit niet voor het massaal vervangen van mannelijke auteurs door vrouwelijke. Het gaat niet om aanvallen, maar om aanvullen. Een langere kanonlijst dus.
Het auteurscollectief Fix Dit heeft zich onder meer tot doel gesteld de kanon, de leeslijsten op scholen en uw innerlijke bedrading meer op inclusie te richten. Janna Loontjes kwam met het idee van een podcastreeks rond een aanvullende Nederlandstalige kanon vanaf begin 20e eeuw. Ik sloot me bij haar aan en liet Virginie Loveling het startschot geven. Veel van de lijst lees ik nu voor het eerst. Boek na boek zie ik zowel het kwantiteitsargument, ze zijn er niet, als het kwaliteitsargument, ze zijn niet goed genoeg, in duigen vallen. Ze zijn er wel. Ze zijn fantastisch. Ze gaan niet weg. Wel, ik ben opgegroeid in een familie die grotendeels vrouwelijk was. Dus in die zin maak ik als het ware bijna deel uit van een secte. Af en toe organiseren we nog altijd activiteiten alleen maar voor de vrouwen van de familie. Terzelfde tijd hou ik natuurlijk niet van het woord secte, omdat dat natuurlijk een gesloten groep is die zich heel erg afscheidt van de rest van de wereld. Er bestaan een aantal vrouwendorpen. Er is er het eerste, denk ik, dat werd opgericht in Kenia tijdens de jaren 90. En ondertussen is er ook al eentje in Noord-Syrië. En dat vind ik wel een mooie optie, want een dorp is anders dan een secte. Het is enerzijds besloten, maar terzelfde tijd, je kan er natuurlijk wel binnen en buiten wandelen. Ik wens uitdrukkelijk niet toe te treden tot de secte van Saskia. Niet uit antipathie voor Saskia de Koster, niet uit antipathie voor het matriarchaat dat ze wil uitdragen. Principieel weiger ik mij aan te sluiten bij een club, hoe goed de bedoelingen ook zijn. Mijn autonomie is mij. Ik denk dat autonomie het enige is wat de kunstenaar heeft. Die wil ik niet kwijt. Wel, ik zou normaal nee zeggen, maar aangezien het onder leiding van Saskia is, kan je er niet tegen zijn, toch? Alles is niet de secte van Saskia. Nee, dat klinkt te knullig. Ik zou wel wat namen kunnen bedenken voor de secte, maar ook hier elke stem van elke vrouw telt. Dus laat ons dat even openhouden. Ik denk dat het aan de vrouwen zelf is om dat te kiezen. In Kenia heet het dorp Umoja, dat wil één zeggen of eenheid. In Syrië is het Jinwar, als ik me niet vergis. En uiteraard, ik weet niet of ik het goed uitspreek, het is een Koerdisch dorp in Noord-Syrië. En als ik me niet vergis, betekent het zoveel als het land van de vrouwen. Dus het zijn allebei namen die een duidelijk statement maken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Oké, Anja, zou jij ons kort even kunnen toelichten hoe jij staat tegenover de idee van een secte? Voor uitsluitend vrouwen. Nou, het eerste wat ik bedenk is dat ik ben al half eeuw feministe. Hoe vaak we dezelfde dingen opnieuw moeten bedenken met iets andere woorden. Wat betekent dat het nog steeds niet goed is. Ik heb niet een warm gevoel bij de term secte. Omdat dat klinkt alsof we ons nu in ons eigen behagelijke ghetto terug gaan trekken. Ik hou meer van beweging. En daarbinnen vind ik het heel erg belangrijk dat vrouwen hun eigen groepen hebben. Dat je een uitvalsbasis hebt. Dat geldt voor zwarte vrouwen, dat geldt voor lesbische vrouwen. Ik ken een hele grote groep van progressieve moslimvrouwen. Alleenstaande moeders werk ik mee, die allemaal hun groepen hebben van waaruit ze kunnen doen wat ze willen, waarin ze zich gesteund voelen, gezien voelen, zich niet de hele tijd hoeven te verdedigen. Dat is heel erg belangrijk, nog steeds. Alleen, ik denk, uiteindelijk moeten we het toch ook hebben van bondgenoten.
Als we werkelijk wat willen veranderen en niet comfortabel in onze eigen bubbel willen blijven zitten. Mm-hmm. En dat betekent dat je er ook weer uit moet. Mm-hmm. En dat hoor ik niet bij de term secte. Ja. Maar dat het belangrijk is dat vrouwen hun eigen uitvalsbasis hebben, hun eigen plek. Waar ze helemaal zelf kunnen beslissen wat ze willen en waar dus even geen mannen toegelaten worden. Dat is uiteraard geen discriminatie. Elke emancipatiegroep, of het nou de homobeweging is geweest, of de zwarte beweging, of de moslimbeweging, heeft dat gedaan. Arbeidersbeweging. Allemaal hebben ze hun eigen groepen gemaakt. Dus dat doen wij dan weer. Daar ben ik het mee eens. Mm-hmm. En Marta, kijk je daar ook zo naar? Kan je dat ook zien als niet per se discriminatie? Of eerder als een soort van safe space waarin vrouwen misschien zich tijdelijk toch wel veilig geborgen kunnen weten? Ja, ik denk, zeker wat Anja heeft gezegd, daar ben ik het over het algemeen mee eens. Nu, ik wil ook wel in de andere hoek gaan hangen of zo en de secte wel verdedigen. Al is het als retorisch middel. Mooi. Want dat is eigenlijk wat ik ook in mijn hoofd had bij een secte. Dus ja, als je daar praktisch over nadenkt, willen wij een wereld zonder mannen? Ik niet. Haten wij mannen? Niet echt. Zou het prachtig zijn met alleen vrouwen? Misschien ook niet. Allee, ik bedoel, er zijn heel veel praktische bezwaren. Het is inderdaad een gedachte-experiment. Maar qua gedachte-experiment vind ik het heel interessant, omdat het wel aan zaken raakt die wel heel echt zijn, die niet gedachte-experimenten zijn, zoals wat doen we met quota? Ik werk zelf in academia. Wat doen we met conferenties voor enkel vrouwen? Dat is iets waar ik zelf mee geconfronteerd ben, waar ik ook tegenwind voor heb gehad. Mag dat? Met welke argumenten kun je bewapenen? En in zo'n secte, zoals we het hier doen, hebben we wel een soort veilige plek, zoals Anja zegt, om zonder eigenlijk op je tong te bijten en zonder vijandigheid te verwachten of zonder jezelf te censureren, om daar samen over na te denken. Ja. En de idee is een beetje ontstaan doordat essay van Pauline Armange, die schreef over Moi, les hommes, je les déteste. Een pamflet waarin zij zegt, historisch gezien is het zo dat de groep van onderdrukkers wel mannen waren en hebben vrouwen dus het recht om die categorie te gaan verwerpen of daar niet mee in contact te willen komen. Wel met individuele personen, individuele mannen, maar niet die groep. Ja. Dus dat is zo'n beetje de achterliggende gedachte. Natuurlijk is er nog iets als seksuele macht, of waar Stella het over had, de man-gemanufactureerde mythe van de seksuele macht van vrouwen. Hoe, Anja, kijk jij naar vrouwelijke seksualiteit binnen het feminisme? Het is, weet je, dat vind ik een onmogelijke vraag, omdat ik ervan uitga dat wij vrouwen van elkaar verschillen. Je hebt lesbische vrouwen, je hebt biseksuele vrouwen, je hebt hetero vrouwen, je hebt de vrouwen met een hele verschillende geschiedenis. Het is zo dat we nog steeds onze eigen seksualiteit veroveren moeten. We hebben behalve de loonkloof ook nog steeds een orgasmekloof. Daar is keurig onderzoek naar gedaan, wat we ook wel kunnen weten. Nog steeds vindt de meeste seks, de heteroseks, plaats op een manier die voor mannen het beste uitkomt. Dus er is heel lang gezegd in onze geschiedenis dat vrouwen kuiser zijn, omdat dat in onze evolutie zit en dat wij niet zo hechten aan one-night stands. Nou, het punt is dat one-night stands ons zelden seksueel plezier opleveren, omdat mannen voor één keertje hun best niet doen. Nou, dat moet nog steeds uitgelegd worden. We moeten nog steeds uitleggen dat recht op en neer niet voor alle vrouwen de prettigste manier zijn om klaar te komen. Dus wat dat betreft kunnen we weer 50 jaar terug, hoor. Want daar begonnen we 50 jaar geleden. Dat is voor mij wel eens verbijsterend hoe vaak je opnieuw dezelfde dingen moet zeggen. En alleen, ik leg me erbij neer, want kennelijk is het zo dat wat wij bedacht hebben, dat niet een verworvenheid is. Kijk, wetten kun je vastleggen, wetenschap kun je vastleggen.
als je iets weet, dan kun je dat niet meer kwijtraken. Maar onze bewustwording over onszelf is kennelijk iets wat steeds opnieuw moet. Mm. Nou, dat is goed, dan doen we dat. Dat stelt mij wel gerust, omdat ik hier ook naartoe kom met een kwart eeuw op mijn teller. En ook altijd maar denk van, ik ben gewoon aan het herhalen wat iedereen altijd al zegt. Maar ik denk dat het daar inderdaad op neerkomt. We moeten hetzelfde in andere woorden, met andere ideeën, steeds weer in de verf zetten tot er... Ja, dat we er geen last meer van ondervinden. Of... Zijn er dan heel concrete dingen, zoals bijvoorbeeld quota, waar Annelies het ook over had? Het is belangrijk om wel net vrouwen extra te gaan belichten. Geloof jij daarin? Of zie je dat als een soort van geforceerde wanhoopspoging? Of... Nee, ik geloof daar wel heel hard in. Ik denk dat dat een soort van kunstgreep is misschien inderdaad. En dat mensen daar kritiek op kunnen hebben. Maar ik denk dat een kunstgreep is, een ingreep die nodig is, omdat vanzelf, als je het vanzelf zijn beloop laat gaan, dan zie ik eigenlijk geen mogelijkheid waarop dat bijvoorbeeld machtige posities of weet ik veel, aanstellingen binnen de universiteit, waarop die voor de helft of niet eens voor de helft vrouwelijk zullen zijn. Omdat ik denk dat het systeem dat we willen aanklagen juist erop drijft dat het degenen die ervan profiteren, ervan profiteren. Dus er is eigenlijk geen incentive om te veranderen, zeg maar. En daarom denk ik dat die verandering ook door dingen zoals quota kunnen gebeuren. Ja. Ik vermoed, Anja, dat je het daarmee eens bent. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het niet elegant dat het moet. Want ik denk, het zou duidelijk moeten zijn. Dus het argument wat altijd genoemd wordt, ja, wij letten niet op seksen of op kleur of op wat voor andere dingen ze niet letten. Wij letten alleen op kwaliteit, is natuurlijk onzin. Want wij blijken, een menselijke eigenschap blijkt te zijn, dat mensen zich het prettigst voelen bij mensen die op ze lijken. Dus als je de dingen gewoon op hun beloop laat, dan zul je vanzelf merken dat waar mannen aan de macht zijn, mannen aan de macht blijven. Dus ik vind wel dat het belangrijk is om te zeggen van nou, voorlopig geven we eens voorkeur aan vrouwen tot het gelijkwaardig is. Ik vind het niet de mooiste manier, maar voor instituties die daar niet uit zichzelf voor zorgen, je kunt er zelf voor zorgen. Je zou je moeten schamen als je nog met een groep tevoorschijn komt waar nog steeds dezelfde mannen dezelfde bazen zijn. Daar zou je als universiteit of welke andere organisatie dan ook van moeten schamen, politieke partijen. Dat kun je zelf voor zorgen dat we deze maatregel niet hoeven te nemen. Maar als we het niet doen, dan nemen we wel een maatregel. Oké, dan zijn we dus allemaal voor de minder mooie maatregel. Ja. Eigen gereide mensen, mensen die de boel ontregelen. Anarchistische mensen, baldadige mensen. Ja, ik ben al voor democratie, dus in dat opzicht zou ik zeggen, laat het ons samen overleggen. Maar als we het toch gaan hebben over een toetredingsbeleid, dan vind ik wel dat praktijktesten daar integraal deel van moeten uitmaken. Voor vrouwen en mannen een toelatingsproef. Ik zou zeggen, is heel diep in de ogen kijken van mannen in blauw pak en bruine schoenen die nogal proberen te intimideren en vooral niet knipperen wanneer je diep in die ogen kijkt. Goh, misschien iets Houdini-achtigs, in het water geworpen met in een kooi en geketend en in een kooi en je daar dan uit weten te bevrijden. Vrouwen waar ook ter wereld, die zeggen, voilà, we hebben er genoeg van, dat zij zelf de middelen moeten krijgen en dan zelf kunnen beslissen inderdaad hoe zij op de een of andere manier kunnen samenleven zonder wat zij om welke reden ook dan zien als negatieve invloed die mannen hebben op hun leven. Dus laat hen dat vooral zelf beslissen. Laat vooral externe intellectuelen, zoals ik, dat niet voor hen doen. Anne-Laure van de Putten en Loïs Brochet zijn twee jonge en supergetalenteerde actrices. Zij gaan een tekst brengen die ze gekozen hebben
uit een boek genoemd Eeuwige Roem. En daar is iets gênants aan, maar ze brengen het wel met verve. De muziek die is vanavond trouwens van Tristan. En dat is de mannelijke naam voor de vrouwelijke en fantastisch getalenteerde Isolde van den Bulke. Light in which we thought all drowned. We were forced not to shock anymore. A story so persuasively told. We were forced not to shock anymore. Fearful of what might come soon. We were forced not to think anymore. The mighty darkness had. Saskia heeft er net verteld dat wij een fragment gaan brengen uit Eeuwige Roem. Ze heeft daarbij niet verteld dat dat een boek van haar hand is. Dat is een boek dat ik heb gelezen op de middelbare school en nogal mee dweepte als tiener. Dus ik vind het heel leuk dat wij daar iets uit gaan lezen vandaag. De voorbije weken hebben wij een beetje nagedacht over wat wij vanavond zouden brengen. En beseft dat we eigenlijk niet alleen maar misogynie wilden aanklagen, maar ook gewoon een ode wilden brengen aan sterke vrouwen. Daarom brengen we deze tekst vanavond, geschreven door onze sekteleider en powervrouw Saskia de Koster. Een tekst van een vrouw over vrouwen en een prachtige universele liefdescène. Wat u vooraf moet weten, het wonderkind Babs en de al even wonderbaarlijke zangeres Julie die ontmoeten elkaar één keer heel kort op het station. En een tijdje later lopen ze elkaar terug tegen het lijf op een feest waar Babs werkt en Julie genodigde is. De onvermijdelijke aantrekkingskracht tussen beide meisjes brengt hen samen. En ze eindigen die nacht samen in Julies huis. Babs zit op Julies grote bed. Vrolijk, kwebbelend, voedert Julie de schildpad in het grote glazen aquarium.
Nog wat? Julie snuift krachtig en opent nog een blikje Pepsi Max. Ze brengt haar gezicht naar dat van Babs. Zet het koele blikje aan Babs lippen. Babs drinkt. Julie's adem is vlakbij. Met een vanzelfsprekendheid die even groot is als de twijfel van Babs, begint Julie zich van haar jas, haar jurk, te ontdoen. Het is laat. Het is vroeg. Het is tijd om te slapen, zegt Julie. Of tijd om op te staan, zegt Babs. En ze staat op. Er schijnt een vaag schemerlicht door het latjesgordijn. Het zachte licht streelt Julie. Het maakt van haar krachtige kleine lichaam een zebralijf. Dan weet Babs wat het is. Het klopt. Het klopt als een bus. Het klopt als het kloppen in de buik. Het klopt als het kloppen in het hart van een vulkaan. De belletjes in het blikje Pepsi Max stijgen, komen aan de oppervlakte kijken. Julie hoort nu oorverdovend luid het druppelen van haar hart. Dat hart dat haar misleidt. In uitbarstingen waar een dagelijks leven niets aan heeft. Julie fluistert maar wat. Zo dicht bij Babs. Babs houdt ervan om naar Julie te kijken terwijl ze spreekt. Omdat er licht in haar ogen schijnt. Zoals er licht in ieders ogen schijnt. Maar deze ogen zijn de koperen ogen van Julie. Julie is stilgevallen. Wacht. Gaat naast Babs staan. En nu beide op het punt staan te stikken in de hitte van de stilte, legt Babs een hand tegen Julie's gezicht. Een hand in haar zij. Ze geeft Julie een duwtje in de heup. Julie slaat haar armen uit naar Babs om niet om te vallen. En in hun omhelzing drukt Julie haar lippen in de kinderlijke dunne hals van Babs. Door de schok van een simpele omhelzing voelt Babs zich terugtuimelen in een kinderlijke wereld, waar ze door een eenvoudige aanraking kan worden getransformeerd in een totaal ander wezen, een lieve heersbeestje of een meisjesdraakje. Goed zo, roept de schildpad, die plotsklaps aan claustrofobie leidt. Ze wil haar schild afwerpen, haar op- en neergaande schild. En Julie's nagels tekenen arabesken op Babs' rug. Hun monden zoeken elkaar. Haar andere hand daalt verder af en Julie wijkt even terug. Ze duwt Babs van zich af om van op een afstandje, met open blik, het trillende lichaam in oogenschouw te nemen. Uiterst bedaard, maar met de liefste, meest heese stem ter wereld, zegt ze: kalm. Waarop Babs haar ogen sluit om niet te moeten kijken in die ogen, en het kleine ernstige lichaam van Julie tegen zich aantrekt. In dat krachtige lichaam zit iets gevangen waartegen zij zich moet verweren, waaraan ze zich moet overleveren. Al de herinneringen die naakt en naamloos in dat lichaam huizen, alsof ze die nu kan aanraken. En wij steken geen poot uit. Want wij weten, dit is een zaak voor twee. Als wij hen echt zouden willen leren kennen, zouden we moeten participeren. Maar we willen ons niet opdringen. We willen het risico niet lopen dat ze zich anders gaan gedragen als we hen zo nadrukkelijk door de microscoop van onze blik bekijken. Zo dicht op hun huid. En nu legt een hand een dij traag opzij. En geeft zij eerst nog een knietje tussen haar benen bij wijze van plaagstoot. De ogen gesloten alsof ze een onderwatergevecht levert. Vingertopjes stram en stijf van spanning en zacht. Een oneindig lang moment worden de twee door ons bekeken als door een mist van waterige verstrooidheid. Dan breekt de stilte met een geraas. Het gevecht komt boven, uit de onderwaterdiepte. En wij verdringen ons om te kijken waar de vreemde, jankende geluidjes vandaan komen.
De twee lichamen tasten in een alles verterende opwinding rond. Een flits van rode schaduw komt voorbij. Het bijna dierlijke klagen stijgt op, uit de lichamen, op het bed. En Babs hoort een kreet. Is zij dat werkelijk? Is het nog steeds haar stem? Opgesloten in elkaar, spartelend als duiveltjes in een doosje. Al hun adem bijna opgebruikt. Even liggen ze beide stil. Dan komen er nog 3, 4 golven die hen opwerpen, waarna ze uitgeteld als drenkelingen blijven liggen. Glimlachend naar iets verafs. Parelend van het zweet. Zo voelt het, denkt Julie. Als God een mes onder je navel plant en het een halve slag omdraait. Haar stem brengt nu alleen nog een gezoem voort, laag en tevreden, als van een diertje dat een kort verhaal langer wil maken. Het begon met een vermoeden. Echter dan echt. Het strijkt een laatste keer over de gesloten oogleden. Het werkt zich op uit de lakens. Het streelt dan een laatste keer, stapt zachtjes van onder de lakens en kringelt met de rook de kamer uit. Ik kijk naar je, denkt Babs. Jij loopt door de massa en ik houd je in de gaten. Ongemerkt. Ik heb je al gezien lang voor je mij ziet. Het is een eenvoudig weten. Bij jou hoor ik. Ik zal van jou zijn. Jij hoort hier nu te zijn. Bij mij. Ik zal je weten te vinden. Ik volg je nu. Je draait een blad om. Ik wil alles zien wat jij doet. Hoe jij uit je bed rolt. Hoe je je mond opent naar de waterstraal van de douche. Hoe je je rug onzorgvuldig afdroogt. Hoe jij niet genoeg slaapt. Hoe jij veel weet en niet veel weet. Hoe jij lacht naar de bolle ogen van de baby die je hypnotiseert vanuit zijn kinderwagen. Hoe jij geen krant koopt. Hoe je jij plots afvraagt waarom hoefijzers geluk brengen. Hoe je rondloopt tot op het moment dat ik jou tegenkom. Ik zoek het eerste woord dat jij uitspreken zal. Nu zit jij nog verscholen als een egel tussen de bladeren, maar er is geen ontkomen aan. De adem hangt al klaar in een wolk boven onze hoofden. De woorden houden zich schrap om gebruikt te worden. Onze eerste herinnering is al in de maak. Ik zal jou vinden. De hiërarchie zou voor mij bepaald moeten worden op basis van verwezenlijkingen in het voordeel van andere vrouwen. Iets anders dan in de politiek eigenlijk. Ja, daar wringt het schoentje natuurlijk weer. Ik hou niet zo van clubs waarin dat er dan een leider is die de regels opstaat en onderdanen of slaven of volgelingen. Dus hiërarchie, idealiter bestaat er geen hiërarchie en heb je een soort vreedzame commune die dan uiteindelijk waar dan uiteindelijk toch collectief zelfmoord wordt gepleegd. Nee, dus liefst geen hiërarchie indien mogelijk. Ik denk dat dat de meeste vrouwen inderdaad, nogmaals, het hangt ervan af
of het gaat om mannen dan wel om vrouwen. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n dorp creëert, dat je dan, je hoeft ze niet noodzakelijkerwijs op papier te zetten, maar dat je toch inderdaad een zekere visie hebt, dat er bepaalde waarden zijn die je wilt uitdragen. En dan kan ik me voorstellen, inderdaad, als er mensen zijn die zich daar niet aan houden, dat men zegt, ja, er is hier geen plaats voor jou. Maar nogmaals, dan gaat het in eerste instantie om volwassenen. Als het om kinderen of adolescenten gaat, dan hoop ik dat er andere oplossingen kunnen gevonden worden. Als iemand zo te kneuterige liedjes zou beginnen schrijven en dan zou eisen van de andere leden dat die liedjes rond een kampvuur worden gezongen. Mensen die lui zijn, die horen niet in de secte. Mensen die altijd wijzen met de vinger, kritisch zijn, maar eigenlijk zelf heel weinig doen. Aan die mensen zeg ik, we hebben daar eigenlijk geen tijd voor. Dus ga maar terug aan de zijlijn staan. Nee, echt niet. Ik denk vanaf dat de mens sowieso grillig en duister en pervers en manipulatief is. En kwaadaardig ook wel, dat er een stuk sadisme in iedereen schuilt. En zowel in man als vrouw. Dus nee, ik geloof niet dat vrouwen nobele, verheven wezens zijn die zich nooit zouden bezondigen aan geweld in tegenstelling tot mannen. Nee, ik denk niet dat we veel heil mogen verwachten van de mens. Nog van de man, nog van de vrouw. Dat is een heel pessimistisch einde. Zou een matriarchale wereld minder gewelddadig zijn? Met de nodige leiderschap ben ik ervan overtuigd dat er minder geweld zou gebruikt worden. Met de nodige empathie, dat we vandaag enorm missen, ben ik daar eigenlijk van overtuigd, ja. Je kan daar eigenlijk alleen maar over speculeren. Maar ik mag hopen inderdaad dat het een vreedzamere wereld zou zijn. Maar nogmaals, we weten het gewoon niet. Het zou een experiment zijn. En alleen daarom al zou het de moeite waard zijn inderdaad om dat soort experimenten in theorie te kunnen uitvoeren. Maar in de praktijk lijkt het me niet erg realistisch. In het kader van mijn secte werden 3 auteurs aangeschreven om speciaal een tekst te maken. U hoorde al het Vrouwifest van Stella en u hoorde Annelies Verbeke over quota. Nu is het de beurt aan Munganyende Helene Christel. Zij is verantwoordelijk voor de fantastische term Beyoncéology en vanavond brengt zij een heel indringende, onontkoombare tekst met de titel Zusterarchie. Moeder waarschuwde mij voor mijn recent verkregen vruchtbaarheid, een vergiftigd cadeau. Biologieles is voor jonge mensen met de vulva alles leren om een zwangerschap te voorkomen, alles behalve nee zeggen. In het bed van verkrachtingscultuur giechelen ze meisjesplagen kusjes vragen. Ik trok dat eenpersoons laken over een tweepersoons matras, maar er verscheen een scheur in het midden. Toen moeder me waarschuwde, zag ik alle tot dan toe vriendelijke gezichten van mannen uit intieme cirkels veranderen in kwaadaardige maskers. Lippen die mij voormalig vertroeteld hadden, vormden nu meer zoete woorden die pijn deden aan mijn tanden. Uit de monden die mijn vader tot vertrouwelingen rekende, kwam gefluister nu. De scherpe tongen waarmee ze me eens zo streng toespraken, gebruikten ze om hun lippen mee af te likken.
verlekkerd bij het uitzicht van mijn dijen. Te lang wil ik hier niet bij stilstaan. Want ik zie te veel namen van dode zwarte mannen, trouwens ook van dode zwarte vrouwen en Afrikanen. Maar ik ben nog niet aan de beurt. Zusterschap is dan het perfecte moordwapen. Het enige resterende alternatief. Het besluipt de vijand in hun slaap en grist de heupketting van hun nachtkastje. Maar de vijand draagt porseleinslakken op haar hoofd als kroon. Haar huid weerspiegelt de mijne en ze leest dezelfde boeken als ik. Met zuster praat ik over religie, over politiek, over kunst, over alles behalve over ons. Ze neuriet mee op het liedje dat we op hebben gezet en net als vroeger wil ik haar gezicht tekenen, dichterbij kom ik niet. Op de grond liggen scherpe ego's, ik ben bang dat we ons eraan snijden. De vijand likt haar lippen nat en kijkt me strak aan, steekt ze allebei in mij. Bij de tweede haal voel ik tranen opwellen. Ik wil zeggen dat ik van haar hou, maar mijn mond zit vol gehemelte. Ze gaat van zacht naar harder, tot de tranen over mijn wang vloeien. Dit is wat je wilde, toch? Fluistert ze, terwijl ik klaar kom. Ik kan de dingen die ik wil op één hand tellen. Teder blijven, zachtheid, revolutie en het 06-nummer van Beyoncé. Is dat echt te veel gevraagd? Is zusterschap niet gewoon een verdedigingsmechanisme? Dat vooral witte hetero-vrouwen dient. Zusterschap is voor witte vrouwen een manier om hun mens zijn te onderhandelen met het witte patriarchaat. Dat is geen zusterschap, dat is zusterarchie. Een soort leger tegen dominantie, gebaseerd op het aantal vulva's op de wereld en niet op de realiteit van ons complexe bestaan. Ben jij wel zuster? Jij, Lavendel, ik innig paars, intiem zwart. En misschien wel diep voldaan in mijn treurnis. Een geheim bij jou bewaren is als water gieten in een rieten mand. Kuvomera mujitet. Het wekt alleen de illusie van houdbaarheid. Christel had het net in haar tekst over water door een rieten mand gieten. En daarmee beschrijft ze eigenlijk hoe zwarte vrouwen of gekleurde vrouwen soms naar witte vrouwen kijken. Dus daar zit veel wantrouwen in. En een soort van dreiging in plaats van echt zusterschap. Misschien is dat wel verwant aan intersectionaliteit, Marta. Dat is jouw specialisme toch? Ja, dat is wel iets waar ik veel... Ja, wat ik veel tegenkom in mijn werk. Nu, ik denk dat wantrouwen, dat eigenlijk terecht is. Ik bedoel, het is ook tamelijk confronterend dat we zo'n sterke tekst hebben gehoord. We zoomen uit. En uiteraard, wij zijn alle drie wit. De vraag is dan, in hoeverre kunnen wij alle ervaringen die vrouw zijn kan betekenen, inclusief zwart vrouw zijn, hoe kunnen wij daar een stem aan geven? En intersectionaliteit is net de term die daarop doelt, die eigenlijk erkent dat, dat de maatschappelijke onderdrukking die iemand kan tegenkomen eigenlijk langs verschillende assen beweegt die elkaar kunnen doorkruisen. Om dat dan in mensentaal te zeggen, bijvoorbeeld een zwarte vrouw komt stereotyperingen tegen, komt vijandigheid tegen die...
niet zomaar de optelsom is van misogynie en racisme, maar een heel specifieke vorm aanneemt. En dat is bedacht door Kimberly Crenshaw. Dat is eigenlijk een rechtsgeleerde in Amerika. En zij heeft ontdekt, of zij zag dat er een hiaat zat in het recht, waardoor eigenlijk zwarte vrouwen, of de ervaring van zwarte vrouwen, niet onder de discriminatiewet kon vallen. En dat is iets waar dus het feminisme ook heel vaak van verweten wordt, dat het niet die intersecties in rekening brengt. En ik denk dat dat terecht is. Ja. Want Anja, je hebt het ook gehad over de 99% vrouwen die... Ja, misschien kan je het beter zelf feminisme uitleggen. Feminisme van de 99%. Ja, nee, want ik ben dat er... Wat ik heb moeten leren door de jaren heen, is hoe vanzelfsprekend witte feministen zichzelf als norm zagen, zonder dat ze daar iets achter zochten. En dan zeiden, nou ja, goed, zwarte vrouwen mogen ook meedoen. Maar waarom? Ja, ze willen niet. Wat wij dus niet hebben gezien, is dat wij natuurlijk toch echt uit een bad vol kolonialisme tevoorschijn komen. Dat wij allerlei ideeën hebben over wat superieur is aan wat anders. Wat vrijheid betekent, wat wij horen te willen. Wat niet voor alle groepen vrouwen hetzelfde is. Dus ik ben het met, ik vind intersectionaliteit, het is een moeilijke term. Als je het niet weet wat het is, dan zegt het ook niks. Maar ik vind dat je altijd bij alles waar we het over hebben, moet kijken naar seksen, mannen, vrouwen. Je moet kijken naar kleur, moet kijken naar seksualiteit. En moet kijken naar klassen. Ik vind dat klassen nog eigenlijk het meeste, als ik kijk naar feminisme, nog het meest verwaarloosd is. En dat betekent bijvoorbeeld, als je aan mensen vraagt van waar gaat feminisme over? Ja, gelijk loon. En dan vrouwen horen gelijk loon te krijgen. En dan vraag ik aan wie? Nou ja, aan mannen. Aan welke mannen? Wil mevrouw de minister hetzelfde salaris als haar chauffeur? Nou, meestal niet, hè. Meestal is het dan andersom. Wat betekent dat wij in ons hoofd nog steeds denken in de hiërarchie. En ik heb er niets tegen dat vrouwen aan de universiteiten meer gelijkheid willen hebben. En dat ze door het glazen plafond heen willen. Maar de meeste vrouwen die wij in onze samenleving komen nooit in de buurt van een glazen plafond. Trouwens, de meeste mannen ook niet. Dus als je tegen iemand, een vrouw die achter de kassa zit bij Delhaize, zegt van gelijk loon, dan kijkt ze aan gelijk loon aan wie? Aan de jongens die de vakken vullen? Daar schieten ze niet mee op. Dus ik bedoel maar, als we niet beseffen dat voor verschillende groepen vrouwen andere noden gelden, andere wensen gelden, dat er vrouwen zijn die vinden dat vrouwen die niet meer thuis huisvrouw willen zijn zeuren, omdat zij s'avonds nog de kantoren schoon moeten maken en het een grote luxe zouden vinden als ze thuis op de bank mochten blijven zitten met hun kinderen. Dus het is dus een beetje beetje grof wat ik nu zeg. Maar ik vind dat we nog te veel te vaak hebben over wat vrouwen willen. En dan denk je, ja, welke vrouwen? Mm-hmm. Ik denk dat we altijd moeten zeggen welke vrouwen en onder welke omstandigheden. En ik heb daar heel veel van geleerd van de groep waar ik op het ogenblik veel mee werk. Ik ben vroeger zelf een alleenstaande moeder geweest. Ik dacht dat het niet meer zo erg was. In Amsterdam wonen 40.000 alleenstaande moeders, waarvan de meeste op of onder de armoedegrens. In deze tijd. Terwijl wij horen bij de rijke landen. Nou, dat zijn dus vrouwen die het niet hebben over gelijk loon. Die hebben het over, kan ik genoeg bijstand krijgen om met mijn kinderen van te leven? Nou, dat vind ik belangrijk. Dus dat is voor mij het feminisme van de 99%. Ik maak wel eens flauwe grappen. Sommige van mijn beste vriendinnen zijn directeur. Het is niet dat ik het daar tegen heb, maar ik wil niet alleen voor directeuren werken. Mm-mm. En hebben jullie het gevoel dat er vandaag toch meer aandacht is voor die diversiteit binnen het feminisme? Of in welke golf, niet van coronagolven, maar feministische golven, zouden we zitten? In welke richting is het aan het evolueren? Ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet zo heel goed het historisch overzicht bewaren of zo. Ik heb het ook allemaal niet meegemaakt. Maar ik heb het er vaak met mijn ouders over en ik denk wel dat het iets is wat nu meer en meer
aandacht naartoe gaat. En dat is het feit dat heel veel van de grote problematieken die we kennen, dus niet alleen genderproblematieken, maar ook racisme, maar zelfs klimaatopwarming, dat die heel erg verbonden zijn. En dat die eigenlijk niet los van elkaar geanalyseerd kunnen worden en vaak neerkomen op een soort van een gezamenlijke vijand die hebzucht is, die macht is. En dus niet zozeer de man als vijand of de racist als vijand of de vervuiler als vijand, maar dat, die eigenlijk allemaal samenhangen. En als Anja wijst op het feit dat er zoveel vrouwen onder de armoedegrens leven, ja, dat is natuurlijk een klassevraag, maar dat is tegelijk ook een gendervraag. Waarom zijn dat zoveel meer vrouwen dan mannen? Dat is waarschijnlijk ook een vraag van kleur. Zijn dat meer gekleurde vrouwen? Wie bekleedt er welke jobs? En ik denk, ik lach soms met mijn ouders over dat vroeger ging het dan over de ozonlaag en je moest minder spuitbussen kopen en klaar. Dat is een soort afgebakend probleem. Terwijl nu, dat hebben we ook gezien met de klimaatactivisme van 2 jaar geleden, met de klimaatmeisjes, zoals we dat mooi denigrerend hebben genoemd, dat al die problemen eigenlijk samen worden besproken. En dat vind ik wel heel interessant, maar ook supercomplex. En is er ergens een oplossing in niet het over de vrouw hebben, maar dan echt te gaan kijken naar iedere individuele persoon, vrouw? Niet naar iedere individuele persoon, maar we mogen gewoon wel beseffen dat wij niet een groep zijn, maar de helft van de wereldbevolking. En dat wij onderling alle andere verschillen dwars door de vrouwen heen lopen. Dat is dus precies waar Crenshaw het over heeft. En dat zij is niet de eerste die erop komt, maar ze heeft het wel heel erg mooi samengevat. Je kunt het niet over vrouwen hebben, vind ik, zonder het ook over klasse en ook over kleur te hebben. En alle andere verschillen die er zijn. En dan moet je dus erkennen dat er groepen zijn die zich... Het is niet een groep vrouwen, maar bijvoorbeeld een groep zwarte vrouwen. Of een groep moslima's. Die zich organiseren en zeggen, dit is nou voor ons het allereerste wat voor ons belangrijk is, om de volgende stap voorwaarts te nemen. Dat is wat ik zie gebeuren. Dus daarom geloof ik, heb ik niet zo'n illusie dat wij de hele handel aan vrouwen in één groep kunnen stoppen. En we kunnen wel samenwerken en we kunnen veel leren door ook te leren om bondgenoot te zijn voor de vrouwen waar wij zelf niet bij horen. Dat vind ik dus een heel belangrijk leerproces, wat niet altijd zo prettig is. En dat weet ik nog van vroeger, toen wij voor het eerst ontdekten van, ik vond het fantastisch, vrouwen bij elkaar. Ik had niet door dat interessante mensen waren. Ik vond dat waren de wittebroodsdagen, waren dat van, oh, vrouwen, en dat zijn er ook zoveel. Ik vond het echt fantastisch. Tot ik erachter kwam dat die vrouwen onderling meteen ook een muziek kregen over lesbische vrouwen die zeggen, ja, jullie hebben het over het abortus. Wat hebben wij aan het abortus? Kom. Dus heel snel heb ik toen begrepen, ook de zwarte vrouwen begonnen toen met een eigen groep, vond ik heel jammer. Want ik dacht, die zijn veel interessanter, ik wil erbij en waarom mag ik er nou niet bij, want ik ben antiracistisch. Nee, mocht toch niet. Weet je, dus we hebben dat allemaal al een keertje, die puzzel van hoe kan je ervoor zorgen dat we elkaar ondersteunen en zelf wel samen de Women's March lopen, wat lukt. En ervoor zorgen dat op podium niet alleen maar witte hoogopgeleide vrouwen staan, maar dat juist al die categorieën van sekswerkers tot trans mensen vertegenwoordigd zijn, die juist niet aan het woord kwamen, ook binnen de vrouwenbeweging zoals die vroeger was. Ja, dus al die verschillende bubbels, om het in hedendaagse termen te zeggen, moeten eigenlijk of mogen naast en met elkaar bestaan. Ja, met uitnodigingen, vind ik wel. Kijk, daarom hou ik niet van het woord secte. Want dat hoort voor mij, voelt als gesloten. Wij zijn dit, wij zijn deze secte. En ik denk, je hebt het nodig om een uitvalsbasis te hebben, maar er moeten openingen komen naar elkaar toe. En dat zie ik ook gebeuren. Ik zag voor het eerst de moslima's met hoofddoeken en alles meelopen in de Women's March. En ik dacht, het gaat goed. Want 2 jaar daarvoor zouden die nog niet het gevoel hebben gehad dat feminisme iets voor hen was.
En nu ze zelf een vrouwengroep hebben, zeggen ze, ja, nee, maar wij komen jullie vertellen wat jullie moeten doen om ervoor te zorgen dat het voor ons beter wordt. Dus jullie houden op met dat gezeur dat wij onderdrukt zijn en niet progressief zijn omdat we een hoofddoek dragen, bijvoorbeeld. Hmm. Dat kunnen we doen, kunnen we leren. Dus het van elkaar leren, je eigen groep hebben en van elkaar leren. En daar geloof ik wel heel erg in. En dan wil ik ook nog bondgenoten als mannen. Hmm. En ieder zijn eigen stem. Ja. Ja. Want ik ben in zoverre van mening van wat vroeger zei ik, mannen kunnen geen feminist zijn, want die kunnen nooit doormaken wat wij meemaken. En tegenwoordig zeg ik, mannen kunnen feminist worden, maar ze moeten er wel wat voor doen. Hmm. En ze moeten ophouden met ons te vertellen wat wij moeten doen. Ze moeten eerst eens naar zichzelf kijken, zoals ik moet leren dat ik uit een koloniaal bad kom en allerlei dingen in mijn hoofd heb over de arme kindjes in Afrika die onze hulp nodig hebben, alsof die geen eigen geschiedenis hebben en geen eigen cultuur. Zo ben ik opgevoed. Nou, mannen worden ook opgevoed met, ja, voor vrouwen moet je de deur open houden, weet je wel. Je moet ze in hun jas helpen, want dat kunnen ze niet zelf. Terwijl dat nou juist net de enige hulp is die we niet nodig hebben. Want in onze jas komen we echt ook wel zonder. Dus mannen moeten ook leren naar hun eigen gedrag te kijken. En dat neerbuigende, vriendelijke van aardig zijn voor de vrouwtjes, dat niet bondgenootschap is. Ja, hard werken voor iedereen. Anja, zou jij overtuigd kunnen worden om in de secte te komen of toch eerder niet?
Ik wil eerst zien wat dat voor leuke dingen gaat doen. Kijk, alle vrouwengroepen die leuke dingen doen, daar kom ik wel kijken, hoor. Maar het afgesloten van een secte, ik ben te veel bezig met al die verschillende... Juist. En een beetje overschouwend, hè, de helft van de wereldbevolking, gaat die erop vooruit? Of is het toch een beetje cirkels draaien en de herhaling vaststellen? Ik vind dat het een lastige tijd is waar we in leven. Door de hele economische crisis en de coronacrisis gaan we sowieso achteruit. Ik zie dat er meer mensen bang zijn, ook mannen bang zijn. Ik zie dat witte mannen in een backlash terechtkomen omdat ze het gevoel hebben dat ze alles verliezen. Hun recht op seks en verzorging. Zo van, je mag tegenwoordig niks meer. En dan gaan die zwarte mensen ook nog zeggen dat het hun land is. Dus wij zijn ook nog ons land kwijt. Die backlash is niet fijn om mee te maken. Tegelijkertijd zie je een backlash als vrouwen en zwarte mensen succes hebben. We hebben in juli geweldige grote duizenden mensen op de been gehad tegen racisme. En je kon het gewoon voorspellen in de kranten. Eerst krijg je een paar weken dat opeens heel veel zwarte mensen gevonden werden om iets te zeggen. En vervolgens kwamen de witte mannen vertellen dat het toch allemaal een beetje evenwichtiger moest. En dat je toch niet maar alles moest geloven wat er gezegd werd. En dat wij toch van alle landen toch wel het minst racistische land waren wat we kenden enzovoort. Dus die backlash is dan krijg je het gevoel dat je een stuk achteruit gaat. En soms is dat ook echt zo. Het zegt tegelijkertijd dat wij, precies Stella zei, we zijn al gevaarlijk. We worden gevaarlijk gevonden. We nemen de boel over. Ja. En het grappige is dat wij nog lang niet vinden dat wij de boel overnemen, maar kennelijk zien veel witte mannen al aan de horizon die zwarte groepen, samen met die feministen, samen met die trans mensen, en die vinden dat eng. En die gaan dan terugschoppen. Dus het feit dat die backlash er is, zegt iets over het feit dat we toch ook in een verandering zitten die niet meer tegen te houden is. Daar haal ik mijn hoop vandaan, in ieder geval, in deze barre tijden. Ja, Marta, zie jij ook die hoop of word jij ook een beetje misselijk van het rondjes draaien? Ik vind Anja haar speech hoopgevend. Dus, maar ik zie de backlash ook wel, denk ik. Al weet ik niet of ik veel van de golven heb kunnen meemaken. Ik ben pardoes in de backlash gekomen, denk ik. Ja, ik denk dat er nog een lange weg is, maar ik kom zeker bij de secte. En als we ervoor openstaan om te leren, om ook kritisch te zijn naar onszelf toe en niet zelf ons weer schuldig te maken aan de dingen die we aankaarten, zoals gaan stijgeren als iemand ons wijst op wat we nog kunnen veranderen, of gaan stijgeren als we ons bedreigd voelen. Dat vind ik een prachtig punt. En ook iets van de aard van... ik zou zelf nooit bij een groep willen behoren die mij als lid wilt. Dat is ook iets om over na te denken, natuurlijk. Als zelfkritische noot. Dus eigenlijk zijn we het dan uiteindelijk toch behoorlijk eens, denk ik. Wat ook heel hoopvol is. Natuurlijk. Ja. Ik vind ook dat we de strijd niet moeten vergeten, maar dat we het ook leuk moeten hebben. En een van de prettige van België vind ik dat jullie twee vrouwendagen hebben. Eén internationale en één nationale. En de internationale doe ik dan in mijn eigen land. Dan heb ik gewoon parfait. En dan kom ik voor mijn plezier bij de Belgische vrouwendag bij jullie. Fantastisch. En dan maken we er nog een extra sectedag bij. Dank jullie wel. Ik wil iedereen trouwens bedanken die hier aan deelgenomen heeft. Ik ga ze even aflezen, want ik wil absoluut niemand van deze fantastische vrouwen vergeten. Dat waren Stella Bergsma, Marta Klaes, Anja Meulenbelt, Tristan, Anne-Laure van de Putten, Loïs Brochet en Christelle Munganyende. Zeker natuurlijk ook de nieuwe vaandeldragers van de literatuursecte, Behoud de Begeerte, Amber Maas en Leander Korevits. En toch opgericht door de charismatische secteleider, de man der mannen met het hart voor literatuur, Luc Korevits. Dank jullie wel. You have a way of belonging anywhere, which seems authentic, almost angelic. Find myself smoldering.
much like married men. Our lust made us merciless. Exploit me as you always dreamed, always tend to. You're not ashamed to watch me move.